Dus in dat opzicht hebben wij als niet alleen ik als coach, maar wij als staf hebben ook onze ideeën neergelegd. Alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt. Nou, ja, weet je, ik vind het altijd heel lastig om direct na de wedstrijd kritisch op spelers te zijn. Ik doe dat één op één tegen die spelers, maar als ik in ieder geval één positieve uit mag halen, dan is dat Zoetelo geweest. Ik denk dat je daarin hebt kunnen zien dat hij heel duidelijk het Ajax-niveau heeft, ook waar we naartoe willen en wat voor speler dat is. Ik heb hem ook aanvoerder gemaakt. En ja, je ziet dat een aantal, zonder op namen in te gaan, gewoon nog onwennig zijn. Niet met elkaar veel hebben samengespeeld. De samenstelling, gisteren hebben we het heel even kort met elkaar neer kunnen zetten. En moet je eigenlijk 4 basisklanten laten debuteren. Ik denk dat het eigenlijk genoeg zegt over de hele wedstrijd. Maar hoeveel spelers heb jij aangedragen die daar beter gekomen zijn? Nou, weet je, we hebben gewoon heel duidelijk intern de afspraak gaandeweg de voorbereiding met elkaar gemaakt, is dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers. En ik aangeef welke opengevallen posities we moeten hebben. En dat is wat het is. Sorry? Nou, nee, niet nul, maar wel weinig. Nou, hij is met alle spelers aangekomen. Maar bijvoorbeeld, kijk, met een speler als Zoetelo kan ik natuurlijk heel goed mee leven. Dus in dat opzicht hebben wij als niet alleen ik als coach, maar wij als staf hebben ook onze ideeën neergelegd. Alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt. Keep